Voor de absolute topper in de vrouwen-eredivisie zijn alle beschikbare plaatsen in Sporthal de Stoep in Sliedrecht bezet. Coach Matt van Wezel van Sliedrecht heeft een fitte selectie en kan dus zijn sterkste starting six het veld insturen. De service is van Angelique Vergeer van Sliedrecht Sport. En het blok van Lynn Thijssen en Celia Jem Koudré en dus de kans voor Sliedrecht. Jem Koudré. Door haar coach werd ze vergeleken met Roger Federer omdat alles bij haar ook zo gemakkelijk eruit ziet. En dit is een prima punt. Het setpoint voor Sliedrecht in die eerste set en het blok weer van Lynn Thijssen. Samen met Dani Smit zorgt ze ervoor dat Sliedrecht de eerste set pakt. De winst in die eerste set is ook in mentaal opzicht belangrijk voor Sliedrecht Sport, want beide ploegen stonden dit seizoen al 4 keer tegenover elkaar en 3 keer won Sneek, de landskampioen. Het zijn sowieso altijd spannende wedstrijden, want 3 keer werd het een 5-setter en 1 keer een 4-setter, dat was eerder deze maand in Sneek. Nienke de Waard via aan het blok slim uit en de score voor Sliedrecht. In deze set loopt Sliedrecht achter de feiten aan. Vanaf het begin van de set staat Sneek op voorsprong. En hier is de score van Roos van Wijnen. Duidelijk via het blok. Op 24-18 krijgt Sneek het tweede setpoint. De bal gaat naar buiten naar de captain en routinier Fenna Zijnstra. En mede dankzij het lage dak is het weer 1-1. Dan de cruciale derde set. De service is voor Sneek. En het zoeken naar Nienke de Waard. En die kun je zulke ballen wel geven. En zij zorgt er mede voor dat beide ploegen dicht bij elkaar blijven. Het niveau in de wedstrijd stijgt sowieso. En op 19-18 is de service weer voor Sneek. Dit keer Angelique Vergeer. Prachtige redding van Angelique Verhul, de libero, pas 18 jaar. Maar nu al van cruciaal belang voor haar team. En Sliedrecht krijgt weer de kans om te scoren. Maar weer slaagt Vergeer daar niet in. Prachtige redding, Nienke de Waard met 1 hand en Dani Smit kan dat ook. Een beetje geluk bij Verheul. En de kans weer voor de dames uit Friesland. Maar Marit Jasper verslaat zich. Het kostte bloed, zweet en tranen, maar dit punt is voor Sliedrecht Sport. En daarmee wordt eigenlijk de basis gelegd voor de setwinst in de derde set. Want op 24-21 mag diezelfde Jasper gaan serveren. Gaat de bal naar Celia Jem Koudré. En dat is pas makkelijk een bal binnenslaan. Goed blijven kijken, zoeken naar het gaatje en dat wordt links van het blok gevonden. Prima punt en er zijn niet alleen de speelsters blij mee, maar ook de mannen aan de kant. 2-1 voor Sliedrecht Sport. En zo is het verzet van de landskampioen gebroken, want Sneek komt er in de vierde set eigenlijk niet meer aan. En Sliedrecht Sport lijkt op het juiste moment in vorm. Het seizoen begon stroef, mede door blessures. Maar nu valt alles op zijn plaats. Prima blok hier weer. En Sliedrecht Sport krijgt de kans om aan het matchpoint te komen. Angelique Vergeer, die bal wordt ingegeven. De Friese dames in vertwijfeling achterlatend. En daar is het matchpoint. En door deze zege wordt Sliedrecht de nieuwe koploper van de eredivisie. En het publiek in de stoep op de banken. Prachtige sfeer weer. De laatste service van de wedstrijd is van Angelique Vergeer. De matige paas bij Sneek. En de kans om de wedstrijd te beslissen. De bal naar Jem Koudré en via het blok is de bal uit. Sliedrecht wint met 3-1 van Sneek. Is de nieuwe koploper van de eredivisie. En mag de play-offs eigenlijk niet meer missen.